Ik ben Adinda Lodders en ik werk voor LTO Nederland als lobbyist hier in Den Haag. Daarmee ben ik aanspreekpunt voor de Kamerleden en ik adviseer onze bestuurders over de lobby in de richting van de Tweede en Eerste Kamer. Bij de lobby stellen we altijd de vragen: wat, wanneer, waar, hoe en bij wie. Ook met wie is erg belangrijk. We zijn hier in Den Haag niet de enige belangenorganisatie. Dus we brengen altijd in kaart hoe het speelveld eruit ziet en proberen zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties. Naast feiten en kennis kan ook emotie en perceptie een steeds belangrijker rol spelen. Wij hebben 35.000 leden die met passie en boerenverstand hun verhaal kunnen vertellen en dat gaan we steeds vaker hier inzetten. De kalverliefdeactie en de laarzenactie zijn daar goede voorbeelden van. Natuurlijk nodigen we de Kamerleden ook uit op het boerenerf, in de stal, in de kas, om het verhaal van onze leden ook op die manier over te brengen. Ik ben trots op de inspanningen die LTO Nederland geleverd heeft in aanloop naar de verkiezingen, de formatie en het uiteindelijke regeerakkoord. Al vanaf het begin af aan hebben wij gepleit voor een minister van Landbouw, omdat wij denken dat onze sector ontzettend belangrijk is voor Nederland. Nou, de vier partijen die uiteindelijk in de regering zijn gekomen, hebben daar ook heel veel en goede inzet op gepleegd. En dat heeft gemaakt dat we nu een minister van Landbouw hebben, met een ontzettend goed regeerakkoord die echt perspectief biedt voor onze sector. De agrarische sector, waar ik zelf ook uit afkomstig ben, is ontzettend belangrijk. We zorgen dagelijks voor voedsel, bloemen, planten. Ik haal er enorm veel voldoening uit om mij voor deze sector en de toekomst ervan in te mogen zetten, voor en met de boeren en tuinders.